It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een nieuwe video. Yo, mijn kanaal is Chesso en vandaag ga ik weer eens een keer met een wapen spelen die denk ik niet zoveel mensen weer gebruiken in Black Ops 2, namelijk de Seacom CQB met een silencer en extended max erop. Dus, mocht je deze video natuurlijk leuk vinden, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter als we de 40 likes kunnen halen. Natuurlijk ben ik weer super blij en we gaan kijken wat we dus kunnen gaan doen met dit wapentje. Dat is kill nummer 1. Het is een Het is een best wel slap beurswapentje voor de mensen die dat niet wisten. Maar we kunnen er misschien wel wat leuks mee doen. Ik heb een UAV binnen. Oké. Okay. Oh. Oh, wat heb ik een lucky hier zo. Nee, en 4 zitten sneller, vriend. Even kijken waar ze. Oh nee, kut! Oh, hij zag me daar zo zitten. Heb ik hem? Nee, ik heb een assist. Oh, er zit een granaat achter me. Let's go. Hij is best nog wel chill eigenlijk hoor. Chok, 2 man, laat maar. Daar kan ik niks tegen doen. Ik dacht dat ze boven zaten. Zo, kijk die longshot. Oké, ik heb nog steeds last van mijn kill. Ah, sniper. Assist, ook goed. Granaat daar zo. Ah, spray sniper. Ah, jongen. Fuck. Echt. Hoe vaak ik in mijn video's al prone blocked heb gelegen. Nou, dat gebeurt nooit. Dan kan ik Guinness Book of World Records mee bellen. Zonder grappen. Ik ben echt serieus, hè? Zo vaak heb ik het gehad. Oh, oh jumpscare. Je moet gewoon met dit wapen moet je gewoon hipfire. Klaar. Kijk maar. Dan rekken ze allemaal echt. Letterlijk. Allemaal rekken ze dan. Huppakee. Oh. Ik ben dood. Kut, waarom reload ik nou? Ja, ik moest reloaden, dat is logisch, maar ik wilde reload cancelen en dat lukte weer eens niet. Zat er nog een sniper teammate? Ah ja, dan word je genijfd. Ik wou daar op dat kut tafeltje springen. Ik sta 21-5. Best wel chill. Ik heb zo'n vermoeden dat we dit potje gaan winnen. Ah, hij draait zich nog omhoog. Echt, sommige mensen. Ik dacht dat hij achter me zat. What the fuck is die? What the fuck? Ah, wel gewonnen. Let's go. 22-5 is de eindscore. Ik had minder vaak dood kunnen gaan als ik niet achter die achterlijke dingen heb gedaan. Maar ja, nog eens wel een chill eindscore voor een wapen dat bijna niemand gebruikt. En bijvoorbeeld als je tegen een A4 ligt. A94 of een ik heb de hik. Of een LMG komt. Maar, mocht je het hebben van deze video, laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter, kut ik. Maar, ik hoop jullie ook te gaan zien bij de volgende video. Dus, bedankt voor het kijken, abonneer voor meer en tot de volgende keer. Later.